Mijn naam is Joost Brugmans. Ik ben CEO en een van de medeoprichters van OrderChamp. En wij met OrderChamp zetten een wholesale marktplaats neer voor de retail. Officieel is dit ons eerste jaar, want we zijn vorig jaar opgericht. Maar we zijn natuurlijk met ons vorige ondernemen, waar we voorheen SEO Shop hadden, al in 2008 een keer hier geweest, in 2009. Dus als je het bij elkaar op zou moeten tellen, zijn we al bijna 11 keer aanwezig. Lang geleden kenden we het gewoon van online, hebben we het gezien. Inmiddels van gezien en gezien worden en van alle mensen die we hier kennen. We zijn al jaren onderdeel van het ecosysteem binnen de webwinkel Nederland. Ja. Wij doen mee met de webwinkel vakdagen omdat we natuurlijk wat bekender willen worden hier. Dus voor ons is branding een heel belangrijk onderdeel. Maar daarnaast ook lead generatie. Dus we hebben best wel ook vandaag weer best wel wat leads gesproken die interesse in ons hebben. We verkopen niet echt wat. Dus blijft vooral bij het leren kennen van mensen en zorgen dat ze ons uiteindelijk terugvinden. En dat ze ook een klein beetje begrijpen wie er achter OrderChamp zit. Want we zijn een grote marktplaats online. Het is toch goed dat ze een gezicht bij hebben van de mensen die erachter zitten. De webwinkel vakdagen die helpt ons bij het bereiken van onze doelen doordat we hier veel mensen ontmoeten die interesse hebben in OrderChamp als platform, die mooie producten willen inkopen. En naast dat we die mensen spreken, is het ook voor het hele ecosysteem hier, dus alle mensen met wie we eventueel partneren, de webwinkel systemen of de channels, geeft het ons de mogelijkheid om die mensen ook even te spreken. Dus tweeledig eigenlijk. Ja, in de basis, type is interessant. We zijn type bezoeker waar we naar op zoek zijn. Iedereen kan bij ons inkopen, dus je moet een bedrijf hebben. Dus in de retail. Horeca doen we ook een klein beetje, dus professionals. Maar in de basis focussen wij ons op retailbedrijven. En dat zijn dus webshops of fysieke winkels. Onze hoofdfocus is eigenlijk de fysieke winkel. Maar wat je dus ziet hier is dat, en dat weten wij eigenlijk al jaren ook van waar we voorheen hier op de beurs stonden, is dat er heel veel online ondernemers hier komen die al dan een webwinkel hebben. Maar er zijn ook heel veel fysieke ondernemers die nog niet online zijn. Dus voor ons is dit de ideale beurs om eigenlijk die beide profielen te leren kennen en eigenlijk te sourcen. Waarom zou ik de webwinkel vakdagen aan? Nou, allereerst OGZ, fantastisch team. Kennen we al jaren. Het is echt goed georganiseerd. De beurzen of de stands zien er echt fantastisch uit. Allemaal, daar wordt goed op toegekeken. De bezoekers, het zijn er veel. Ook dit jaar weer, het was fantastisch druk. Ik weet misschien zelfs drukker dan vorig jaar, dat kan ik nog niet zeggen. Maar het voelt als een levendige beurs. En je hebt gewoon heel veel beurzen waar je heen gaat. En dan sta je soms een dag gewoon helemaal geen bal uit te voeren. Moet je je laptop meenemen. Nou, die hebben we nu ook allemaal bij ons, maar heb ik vandaag nog niet aangeraakt. Dus ontzettend mooi publiek. Veel te doen. Mijn favoriete kenmerk van de webwinkel vakdagen. Wat mij altijd wel verbaast is dat de lezingen eigenlijk best wel van hoge kwaliteit zijn. Dat betekent dus ook dat de lezingen altijd vol zitten. Wij staan mooi aan een lezing gangpad. Dus heeft ons heel veel toevoer van toestroom van mensen opgeleverd. Dus ik vind dat eigenlijk wel een interessant component. Maar eigenlijk met name dat het wel een beurs is waar iedereen uit de scene is. Of tenminste de mensen die echt meedoen in het spelletje. En die ook echt iets toevoegen voor de webwinkelier of de fysieke winkel in dit geval.